Over Flevoland gesproken met Jeroen van der Laan. Goeiedag. Jarenlang drukte hij een behoorlijke stempel op het politieke debat in Almere. Maar dat is verleden tijd. Toon van Dijk van de PVV nam vorige maand afscheid als gemeenteraadslid. Meneer van Dijk, u had eigenlijk al een tijdje gas teruggenomen. Dat was na het overlijden van uw vrouw. Moet ik dat uitleggen als dat de motivatie een beetje weg was? Nou, je gaat door zo'n gebeurtenis wel relativeren. Dingen ja. Die je 14 jaar erg belangrijk hebt gevonden, die worden in één keer wat minder belangrijk in het licht van wat er dan gebeurt in je leven. Ja. En dan maak je nieuwe afwegingen. En daar hoorde voor mij bij dat ik afstand ging nemen tot de politiek in Almere. Ja, want uw vrouw, hè, Irene Jozen, was natuurlijk ook nauw betrokken bij de politiek. Ze was jarenlang actief als statenlid hier in Flevoland. Ook betrokken bij de gemeenteraadsfractie in Almere van de PVV. Ja. Zij overleed dus in juni vorig jaar. U zei bij uw afscheid vorige maand, ja, sindsdien ben ik een ander mens geworden. Ja. Moet ik dat dan zien als een mildere Toon van Dijk? Nou, dat niet per se. Maar wat ik net aangaf, dat relativerende, dat is er echt wel ingekomen. En past dat dan niet meer bij een raadslid? Dus is dat echt wel goed? Nou, ik denk dat als je raadslid wil zijn, dan moet je dat met passie doen. Dan moet je dat met overtuiging doen. En op het moment dat je voelt dat dat weg is, dan doe je het niet goed meer. En dan moet je stoppen. Ja. Nou bent u natuurlijk een PVV'er van het eerste uur. U was er al bij toen de PVV zijn entree maakte in de Almeerse gemeenteraad, 2010. 14 jaar geleden is dat inmiddels. En na het vertrek van de eerste lijsttrekker, Raymond de Roon, werd u eigenlijk ook het gezicht van de Almeerse PVV. Heeft de PVV onder uw leiding nou ook echt iets kunnen bereiken? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we de politiek in Almere veranderd hebben. Ik denk dat we het debat heel erg veel aangegaan zijn en dat we het scherp hebben gemaakt. En dat we ervoor gezorgd hebben dat democratie, wat belangrijk is, die stem van die Almere die PVV'er zijn, dat we die goed hebben laten horen. Dus ik denk wel dat het belangrijk is. Maar een scherper debat, leidt dat dan vervolgens ook tot een andere koers? Ja, dat weet ik niet. Dat kun je nooit vaststellen eigenlijk. Want je weet niet hoe het gegaan zou zijn als ze er niet geweest waren. Maar ik denk wel dat het belangrijk is. Wrijving geeft glans. Ja. En daar hebben we wel voor gezorgd. Ja. Maar goed, het was toch vooral ook roepen vanaf de zijlijn. Hè? U zat natuurlijk al die jaren in de oppositie. Dus u moest scherp tekeer gaan tegen het collegebeleid. Dat deed u ook. Ja. Met tomeloze inzet. Maar echt concreet. Concrete resultaten. Kunt u zeggen, ja, op die punt is het beleid daardoor bijgesteld? Nou, dat denk ik wel. Ik denk dat als je kijkt naar hoe er met geld omgegaan wordt in de gemeente, dat wij wel voor elkaar hebben gekregen dat er kritischer gekeken wordt naar hoe we geld uitgeven. Dat gaat nu een stuk beter. Op het moment gaat het weer helemaal mis. Dus daar hebben we nog wel een rol te spelen. Maar ik denk wel dat heel belangrijk is. Ja. Nou liep u ook altijd de hoop tegen achterkamertjespolitiek, tegen de politieke elite op het plus, die vuile spelletjes speelde, zoals u dat dan graag noemde. Is de politieke cultuur ook echt veranderd in dat opzicht? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat nog steeds gebeurt. Ik denk zelfs dat het ook de verkeerde kant uitgaat. Ik heb sterk het idee dat als je nu kijkt naar wat er gebeurt in de coalitieonderhandelingen weer, dan denk ik dat je vast moet stellen dat fout gaat. Maar dan is dus eigenlijk alles wat u 14 jaar hebt lopen roepen tegen Dovermans oren gericht. Ja, ik had niet weg moeten gaan misschien. Nee, maar dat is waar. Ja. Ja. En u kon ook vol op het orgel gaan, als ik het maar zo mag zeggen. Ik heb wat citaten opgeschreven. Ja. U vond plannen idioot, lachwekkend. Wethouders beschuldigen u dan van liegen, chantage, van het doen van schandalige uitspraken, van het schofferen van kiezers. U maakte andere raadsleden uit voor maloten. In interviews na de raad had u het dan over de gemeenteraad als een onbetrouwbaar zootje. U had het over maffiapraktijken van het presidium bijvoorbeeld. Dacht u eigenlijk na afloop wel eens, ja, nou is mijn retoriek toch even met me op de loop gegaan? Nee, als ik dit zo terugluister, dan denk ik van dat klinkt goed. Dat heb ik goed gedaan. Want ik vind gewoon dat je de dingen moet benoemen zoals je ze voelt. En dat heb ik altijd gedaan. Ik vind dat belangrijk, want dat is ook zoals mensen ernaar kijken. En wat ik zeg, hoor ik feitelijk terug in de Almeerse maatschappij. Dus ik denk niet dat ik daar achteraf moeilijk over moet doen. Maar goed, politiek is natuurlijk meer dan de confrontatie zoeken in de raadzaal. Hè? In politiek gaat het ook om het zoeken van meerderheden door middel van het sluiten van compromissen, verbinding zoeken. Hebt u op dat gebied nou niet kansen laten liggen? Nou, dat denk ik niet. Want ik denk dat naast al dat zichtbare hart op het orgel gaan, heb ik ook wel met heel veel mensen goede gesprekken gehad. En hebben we initiatieven ontplooit samen met andere partijen. Ook partijen die misschien niet zo voor de hand lagen. We hebben met D66
een initiatiefvoorstel voor een referendum gedaan. Ja, wat overigens wel een stuk gelopen. Ja, dat is heel jammer. Daar heb ik nog steeds echt wel spijt van. Dat dat niet gelukt is. Maar ik was ook echt wel in staat om, zeg maar, achter de schermen die verbinding te zoeken. Maar als je u zo in hoorde in de raad, dan had je af en toe het idee, ja, die stad wordt bestuurd door een stelletje minkukels. Dat kan toch ook niet het geval zijn? Nou, ik geloof niet dat het erg goed gaat met Almere. Dus ik denk dat daar wel een kern van waarheid in zit. Wie vond u nou wel een goede bestuurder in al die jaren die u hebt meegemaakt? Je kunt er niet omheen dat Adrie Duivenstein een fantastisch bestuurder is. Niet mijn man, niet mijn koers, niet mijn politieke overtuiging. Maar fantastisch bestuurder, Arno Visser. Fantastisch bestuurder en meer recent Julius Lindenberg. Erg veel respect voor. U bent nu geen raadslid meer. Het ontgaat u natuurlijk niet dat in de Almeerse politiek toch wel weer een behoorlijke crisis gaande is, ja, op dit moment. Financieel en ook bestuurlijk. VVD is uit het bestuur gestapt. Komt dus samen met PVV in de oppositie terecht. Zou er nou een soort bondgenootschap tussen die twee partijen kunnen ontstaan? Ja, maar dat heeft niet zoveel zin. Want het is een bondgenootschap in de oppositie tegenover een coalitie die feitelijk niet op steun in de Almeerse maatschappij kan rekenen. Nee, maar goed, je zou natuurlijk ook alvast over naar de toekomst kunnen kijken. Over 2 jaar zijn er weer verkiezingen. Ja. Het was eigenlijk altijd geen optie in Almere dat de PVV in het college kwam. Nee. Misschien komt daar straks nu wel uit. Nou, hebt u dat soort visioen al? Ik hoop dat de VVD tot inkeer is gekomen en dat ze ons niet meer gaan uitsluiten. En dan denk ik dat we hele mooie dingen voor de stad kunnen betekenen met z'n tweeën en eventueel andere partijen die daarbij aan willen sluiten. Want ik geloof er heilig in dat wat er nu met de stad gebeurt, dat niet goed is. Bij uw afscheid bood u zichzelf eigenlijk ook al aan, hè? Als een gewone Almeerder met wat politieke ervaring die de raad eventueel nog zou kunnen raadplegen als ze expertise nodig hebben. Zien we u misschien terug straks als wethouder? Nou, als iemand een beroep op mij doet, dan ga ik daar zeker over nadenken. Ik heb de stad in mijn hart. Dat is eigenlijk wel raar, hè? Want mensen kijken altijd wat vreemd naar Almere. En datzelfde had ik toen ik er kwam wonen. Maar ik zit er nu best wel lang al. Ja. En ik merk dat ik een echte Almeerder geworden ben. En dat ik graag wat voor mijn stad terug doe. Ja, u staat nog wel open dus voor dat soort bestuurlijke functies. Zeker. Je zou ook nog kunnen denken, er wordt natuurlijk in Den Haag op dit moment aan een kabinet gesleuteld met de PVV erin. Er moeten straks natuurlijk bewindslieden worden gezocht. Ja, zoveel PVV'ers met wat bestuurlijke ervaring die hun handen vrij hebben, zijn er niet. Nee. Zou dat voor u nog een optie zijn? Nou, dat denk ik niet. Ik ben een Almeerder. Ik voel me fijn in Almere. En ik geloof niet dat ik dat soort ambities nog moet hebben. Nee. U verlaat wel natuurlijk de politieke arena juist op een moment dat de PVV lijkt door te breken naar de macht. Hè. We hebben in de provincie nu een gedeputeerde van de PVV. Nou ja, wat ik net zei, landelijk nog steeds kabinetsonderhandelingen met de PVV. Ziet u een soort kantelmoment? Jazeker. Ik denk dat we, om het maar zo uit te drukken, salonveeg geworden zijn langzamerhand. En dat we mee kunnen doen met besturen. Maar je moet niet vergeten, hè, we zijn nu de grootste partij in Nederland. We leveren nergens een burgemeester. Dus er moet nog heel veel gebeuren voordat we echt serieus mee kunnen doen. Dat betekent dat er ook wel een kentering in de opvatting over de PVV moet komen. Ja, maar merkt u al dat de partij anders tegemoet wordt getreden dan pakweg 14 jaar geleden toen u begon? Maar we worden nog steeds niet als volwaardig gezien. Waar merkt u dat dan aan? Omdat je nog steeds uitgesloten wordt door andere partijen. En ik vind dat zo ongelooflijk ondemocratisch. Als de mensen in het land zeggen van de PVV is onze partij. Wij willen graag dat de PVV ons vertegenwoordigt in het land. En dat er dan andere partijen zeggen van, nou, dan hebben we een broertje dood aan, daar luisteren we niet naar. Vind ik echt slecht. Goed, voorlopig staat u voor de klas. Hè? U geeft les aan hbo-studenten in Utrecht. Ja. Gaat u dan soms net zo tekeer als in de raadzaal? Zeker. Ja. Ja, dat is de enige manier om de boodschap over te brengen. Je moet duidelijk zijn. En dat wordt bijzonder gewaardeerd overigens door de studenten. Die vinden dat heerlijk. Dat er iemand voor de klas staat die niet wollig taalgebruik gebruikt, maar gewoon duidelijk is en het uitlegt zoals het is. Toon van Dijk, bedankt, voormalig gemeenteraadslid voor de PVV. Dit was Over Flevoland Gesproken. Graag tot over een week.